Mevrouw van Leeuwen, dank u wel. Ik mag u interviewen. En u, ik heb uit uw cv begrepen dat u eigenlijk al vele jaren als wethouder, als lid van de Tweede Kamer, als lid van de Eerste Kamer, u intensief bezighoudt met het ouderenbeleid. Dat klopt. En nu houdt u zelf tot die oudere groep. Wat vindt u nou belangrijk bij een project dat betrekking heeft op ouderenzorg? Nou, dat de ouderen zelf gehoord worden, wat zij belangrijk vinden. Want het is zo vaak dat er over de hoofden van de ouderen heen beslissingen worden genomen waar ze helemaal niet om gevraagd hebben. En ik vind dat de ouderen zelf moeten kunnen zeggen wat ze nodig hebben. Maar vindt u het ook belangrijk dat ouderen meepraten bij organisaties, onderzoeksprojecten? Ja, nou, ik heb in het begin heb ik dus gezegd dat ik vond dat er te weinig aandacht was voor de kwetsbare ouderen. Dat is ontzettend moeilijk, want als je kwetsbaar bent, dan kun je niet veel meer. Dus je moet eigenlijk een laag eronder hebben die goede verbindingen heeft met die kwetsbare ouderen. Maar ik vind wel dat die kwetsbare ouderen dan gehoord moeten worden. Zij moeten de regie over hun leven oppakken. Ja. U zegt in het begin, en dan denk ik dat u spreekt over het begin van het Nationaal Programma Ouderenzorg. Zo'n project dat met geld van VWS, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, door ZONMW werd uitgevoerd en waar u in de commissie heeft gezeten als lid van de doelgroep ouderen, maar ook natuurlijk als een politica met verstand van ouderenbeleid. Ja, ja. En ik vind het heel leuk dat u nog weer benadrukt. Ouderen moeten ook door de hooggeleerden, door de projecten, door de directeuren gehoord worden. En dat was eerst niet zo. Ja. De wetenschappelijke onderzoekers aan de universiteiten, die hadden nauwelijks begrip voor wat ouderen wilden. En wat ouderen belangrijk vonden. En ik vind dat in een hele onderzoek de ouderen centraal moet staan. En niet zijzelf. Nee, als u nou terugkijkt, u heeft een aantal van die projecten ook gezien in het Nationaal Programma Ouderenzorg. Vindt u dat dat redelijk gelukt is? Soms wel. Ja. En het kan altijd natuurlijk beter. Maar ik vind dat naar de mogelijkheden die wij hebben gehad, er vanuit de commissie in ieder geval voldoende aandacht is. Ik kon altijd mijn ei kwijt, om het zo eens te zeggen. Kijk eens. In de commissie zelf had ik steunpilaren, zoals bijvoorbeeld de vicevoorzitter Wim van Aken en jijzelf. Ja. Jullie dachten ook altijd aan het belang van de ouderen. Ja. Maar dat deed niet iedereen in de commissie. Nee, maar we moesten dat ook benadrukken. Maar ik denk dat dat redelijk gelukt is. Maar er is dus een probleem nu, want er zijn hele actieve ouderenpanels die ook de projecten nog weer van commentaar hebben voorzien. Maar als de subsidie opstopt, dan is er geen structurele manier om die ouderen daarbij te steunen. En dat is wel een probleem. Nee, maar ik vind wel dat dan de oudere bonden maar eens om de tafel moeten gaan zitten en samen een project moeten maken en dat moeten indienen. En daardoor ook geld kunnen krijgen. Hebt u nog een laatste advies voor de toekomst? De inkomensafhankelijkheid is een goede zaak. Ja. Ik vind als je meer gekregen hebt, dan is het noodzakelijk dat je ook mededeelt aan een ander. Maar het is natuurlijk zuur voor een aantal ouderen die keihard hebben gewerkt en hebben gespaard. En dat ze het dan moeten uitgeven voor mensen die er maar een potje van hebben gemaakt. Ja. Dus ik zeg wel tegen de ouderen zelf, jongens, neem je eigen verantwoordelijkheid. Zorg dat je zelf doet wat je kunt doen. Ons pensioenstelsel is een van de beste stelsels van de wereld. Ja. En ik zou niet graag zien dat we het helemaal afschaften, maar ik vind wel dat we hier en daar uitroeptekens moeten zetten en dus de zaak moeten aanpassen. Eigenlijk propageert u dat je toch ook een beetje spaart voor je oude dag. Je moet sparen voor je oude dag.